Twee vrienden die, nou, we zijn elkaar echt een enorme tijd uit het oog verloren, maar die komen elkaar weer tegen. Ja, dat is handig. De ene herkent die andere. Leuke begroeting. Hoe gaat het met jou? Laat mij eerst even. Hij zegt, ik heb gehoord dat jij onlangs vader bent geworden. Ja, zegt hij. Dat klopt, ja. Hij zegt, hoe gaat het nou met je? Hij zegt, nou wel goed, zolang mijn vrouw er niet achter komt. De Tweede Kamer is steeds meer te vergelijken met een darkroom. Oh, er wordt gelikt, gezogen en genaaid. Is wel waar. Kijk, om hier een kleine minderheid. Nou ja, tegenwoordig hebben we een grote meerderheid tegen wie een harnas kan jagen. Ja. Een moslim die bankroet is. Oh. Mag ik koffie halen, alsjeblieft? Is failliet. Ja, komt een man bij de apotheek en hij loopt daar binnen voor een setje condooms. Oh. Ja, het is nu de tijd van het jaar. Dus hij moet zeker, maar hij is een beetje verlegen. Hè. Dat hebben we natuurlijk als die hut vol staat, weet je. Ja. En niet onappetijtelijke daad staat achter de counter. Dan heb je het ook zoiets van, joh, nou goed. Nou. Ja. Dus hij vraagt heel zacht aan die verkoper, heeft u misschien een boxje condooms voor mij? Hè? Een doosje condooms. Verkoper die vraagt, wat voor maat heeft u, hè? Hij zegt, ja, meid, ik zou het eigenlijk niet weten. Nou, zegt die verkoper, legt u maar even hier op de domer. En hij legt de leuning, zeg maar, in zeg maar slappe toestand, ja. Legt hij neer. En zij wrijft even twee keer erotisch over de leuning, ja. En ze roept naar achteren, ja! Zet je condooms, maatje 22. Even later komt de volgende verlegen klant binnen. Zo, brandweer komt hier voorbij. Daar komt de volgende verlegen klant binnen. En die wil ook een doosje condooms zeggen. Wat voor maat heeft hij? Nou, je kent de rituelen. Ja, zit in bang, zou het niet weten. Maar dan ben je even op de balie. En twee erotische streeltjes eroverheen. En zet je condooms, maatje 24 voor de counter. En even later komt er een beetje, pokdalig 16-jarig ventje binnen. En die heeft dat verhaal gehoord, hè? Ja, ik denk nou. En die zegt, hallo mevrouw, heeft u misschien ook een doosje condooms voor mij? En weer zegt die verkoper, ja, wat voor maat? Oh, zegt dat mannetje, ik heb geen idee, hè? Zo. Leg hem maar even neer. Hij legt hem neer. Twee erotische strelingen. En ze roept naar achter, zet je condooms, maatje 16 en een doekje. Een terroristische lesbische brigade. Nou, Lesbola. Ik kan ze er gewoon uit, dat kan mij schelen. De werkdag, zegt de nieuwe museumopzichter tegen zijn directeur. Nou, hè, u kunt wel tevreden over mij zijn. Ik heb op mijn eerste werkdag al twee Rembrandts en een Picasso verkocht. Gaan we nog één keer doen? Ik weet wat er komt. Ja. Wat doen moslims vaak in de zomer? Koffie. Nou. Hallo. Barbecue. Theo! Hoe noem je een islamitische astronoom? Nou. Een terrorist. Hij bouwt een feestje in de winter. Muziek van alle kanten. Rob die autobanden. Gewoon. Muziek van 4 tot 7, je middag komt tot leven. Zelfs als het vriest is het zomertijd. Nou, in het vriest gaat de komende tijd al helemaal maar meer vriezen. Vriezen dat het kraakt. Ik heb zelfs temperaturen van min in de nacht, wat was het? Min 15. Min 15, zegt iemand. Weet je wat nou het voordeel is van dit weer? Nou, die sneeuw, zoals gisteravond. Je schoonmoeder komt niet op visite. Nee! Zeg, weet je waar mijn schoonmoeder nu zit? Nou? In Qatar. Qatar? In Qatar! Ja, weet je hoe warm het er is? Ga je mee? Ja. Nou, waar
waren we dan hier? Gewoon 25 graden of zo. Lekker, lekker. Dus ja, mensen, nou je hoort het, hè, wat hebben wij hard nieuwe moppen nodig? Je kan ze mailen naar zomertijd, apenstaartje, radioveronica.nl.